We hebben hem heel vaak gezien, al heel vroeg zeg maar gekeken binnen onze mogelijkheden. Onder andere op de spitspositie, maar ook op een aantal posities meer. Om daar voor volgend seizoen in ieder geval op tijd ons werk te hebben gedaan en onze mening kunnen vormen. Dat hebben een aantal mensen gedaan. En hij was daarin iemand die in de spits bij ons opviel. Hij is sterk, hij is groot, kan een bal vasthouden. Hij is jong, dus gedreven om nog veel te ontwikkelen en te presteren. En hij kan een goal maken. Hij heeft er 11 gemaakt in de beker ook, geloof ik, 3. En een paar assist. Ja, wij zochten daar versterking. Dus we hebben al vroegtijdig met hem contact gelegd. En hem kreeg gevolgd. En we zijn ervan overtuigd. Ja, meer scorend vermogen in de ploeg is zeg maar het devies. Dat is belangrijk. En belangrijk is ook dat we, als je naar voren wil voetballen, dat je mensen hebt, of er nou de spits is of mensen vanaf de zijkant die balvast zijn, waardoor je kunt bijsluiten eigenlijk. Ja, en daar hebben we specifiek naar gekeken. Excelsior is meestal een club die lang wacht met het bekendmaken van een selectie voor volgend seizoen. Hou je daar bewust mee bezig om dat nu in een wat vroeger stadium te doen, om dit seizoen maar zo snel mogelijk te vergeten? Dat is wat ik vorige keer ook zei in jouw interview, is dat dat we vorig jaar, zeg maar, vind ik, te laat hebben geanticipeerd op een nieuw seizoen. En daar hebben we van geleerd. Dat betekent dat we gewoon ons werk veel eerder hebben gedaan. Waardoor je dus ook gewoon gerichtere keuzes kunt maken. En ook waar je dan als club volledig achter staat. En ik vind niet dat het kan zijn dat je tot eind van het seizoen wacht. En dan kijkt wat voor spelers op de markt komen. En dan je keuze gaat bepalen. Want ja, dan heb je niet gericht gekeken wat jij er zelf van vindt. Je kent de markt niet. Andere clubs zijn ook aan het concurreren dan. Nou, dat hebben we dit jaar gewoon sowieso anders gedaan. Ja, het impliceert een beetje, en corrigeer me maar als dat niet klopt, dat jullie nu al concreet met andere spelers ook bezig zijn. Ja, laatst zei ik de tweede. Sander hebben we ook iets andere manier, die heeft bij ons meegetraind. Maar wel ook met het idee mee laten trainen om al zelf te zien of hij, zeg maar, voor ons een versterking is voor volgend seizoen. En toen we ervan overtuigd waren, hebben we hem binnengetrokken. Daar zochten we ook iets centraal. Nou, voor de spits hetzelfde. Maar we zijn ook al heel concreet bezig met op een aantal andere posities spelers aanbieding te doen en binnen te halen. Dus ook op die posities waar we versterking zoeken, hebben we gewoon de kandidaat klaar. Zitten daar oude bekenden bij die toevallig bij RKC een aflopend contract hebben? Want supporters van Excelsior sturen mij gelijk een berichtje. Informeer daar eens naar, daar valt wat te halen. Op wie doel je dan? Sigourney Bandja bijvoorbeeld. Ja, nou, ik ga verder niet op namen in, zegt dan een trainer uiteraard. Dus dat ga ik ook niet doen, want je moet dat pas doen op het moment dat het definitief is. En daarvoor is ook belangrijk dat Sander, maar ook dat Lars een ja wordt hebben gegeven. Want dat helpt ook weer in het binnenhalen van de andere spelers. Maar ik heb het gevoel dat we echt gericht nu zelf keuzes maken die we graag willen. Eén ding nog over dit seizoen. Gisteren in dit stadion werd een wedstrijd gespeeld door de belofte. Elvis Manu daarin een belangrijke rol maakte, de winnende. Wat is zijn status? Keert hij in dit seizoen nog een keer terug bij jouw ploeg? Ja, hij is natuurlijk geblesseerd geweest. En heeft gerevalideerd bij Feyenoord. Dit was zijn eerste wedstrijd weer. Nou, 45 minuten was voor hem het maximale. En hij, als dat goed gaat, en dat is goed gegaan volgens mij, geen reactie, betekent dat hij ook bij de selectie zal zitten voor tegen Os. Of hij daar al kan starten, dat denk ik niet. Maar die week erop zal hij er zijn. Dus we hebben nog 3 wedstrijden daarna naar Os nog te spelen. In de ziekenboeg ook Richard Stolte erbij gekomen. Al iets meer bekend inmiddels over wat hij heeft? Hij heeft in ieder geval knieblessure en het ziet er gewoon niet goed uit. Maar de doktoren moeten eerst echt goed onderzoek hebben gedaan. En hun moeten de conclusie nemen. Dat kun je als trainer natuurlijk niet. Maar wat ik in ieder geval nu kan zeggen is dat het er niet goed uitziet. Hopen dat het meevalt. Ja, dat zal duidelijk worden als die knie wat dunner is en ze onderzoek hebben gedaan. Dus ontzettend sneu voor hemzelf uiteraard. En ook voor ons.